Klaar. Nee. Albrecht. Nee, nee, hij moet daar nog even zitten. Hij moet nog een knopje drukken, anders komt het niet goed. Oké, daarom. We tellen af van 5 naar 0. En dan fluit Albert. 5, 4, 3, 2, 1, stil! En we zijn er. Oh, ga je zo maar gaan. En let op, in die eerste bocht al is het glad. Hè? Dus tijd uit. En wie gaat dan als eerste? Daar is Wesley daar nog in zitten, samen met de tempo. Hij zit een prachtig schema hoor. Hij zit daar rond die net iets boven die 2 minuten. Kan hij die laatste ronde nog verstellen, Wesley? Je moet nog een ronde, Wesley. Je moet nog een ronde, maar alles eruit, Wesley. Jij kunt het. Wesley Kelder, en zijn verwachte uitkomst tijd 4.38 als hij zo blijft lopen. Maar hij kan harder hoor, die Wesley Kelder. Neem dat van mij aan, Wesley kan nog harder. Ja, dat is allemaal de nummer 536, Bert de Sveenstra. Hij heeft natuurlijk net ook al de 5 kilometer gelopen en loopt nou weer mee met deze 1 kilometer geen loop. Gelukkig helemaal goed. Daarachter de man met de 528. Niemand minder dan Harold Dekker heeft het ook al gelopen. Hij loopt gewoon als even een kilometer mee. Kom op Dekker. Ook de nummer 520, Leon Brokman van de High Five Club. Hij mag ook nog een rondje. Ik hoor dat ik zo'n mooie dame aan de hand had de hele dag. Goeie dag eventjes, dat mag ook wel gezegd worden. Charlotte Meppelink, en daarachter gaat de man over. Oh, hij is op ons grens, 525, Arjan Bosman. Ja, maar ze moeten allemaal nog een rondje natuurlijk. 533, Geert Verschee heeft net ook al de 5 kilometer gelopen. Ja, maar ik doe nog gewoon even een kilometertje extra. En ook Falco is er weer bij. Helemaal leuk. Na lange tijd van ziekte is hij toch weer terug. En hij zit weer even lachen in zijn karretje, samen met Gerrit. Wat een pret kun je hebben. Gerrit zo meteen op 2 op 1 wiel door de bocht. Ja, gooi hem. Driften door de bocht, die Falco. En daar komt de rest van de groep aan, hoor. 512, Sandra Benjamins. 519, Mark Kleine. Ja, en er komt er heel veel bij elkaar. En er zitten onder andere, die zitten erbij, Carla Wesseling. Natuurlijk ook Emma Weling, Kaal Pastoor, Maarten Mittendorf. En Lisa Kissing. Ja, blijf ze aanmoedigen, dames en heren. Deze toppers, deze kaaiers, die hier een kilometertje lopen. Hun uiterste best doen om hier een prachtig resultaat neer te zetten. Dat is Marjolein. Ja, dat is onze Marjolein. Samen met Sylvia. Sylvia, kom op, hè. Houd er aan bij. Zit bij je. Marjolein heeft beloofd, ze ging niet wandelen, ze kan het. Ze heeft hiervoor getraind. Ze heeft hier naartoe geleefd om hier in Koevoorde te vlammen. Ja. Gaat goed, Marjolein. Mooi zo. Hetzelfde tempo, niet te veel praten, Marjolein blijft bij Sylvia. Wesley komt er over aan. Ja, dat gaat nog net eerder over de eerst. Daar komt hij aan door de winnaar van vandaag. Hier met 504 en komt er weer de man heen. Wesley Kelder! Yes! Yes! Als hij daar niet ingehaald wordt, maar hij zou het kunnen redden. Er is een man uit. Ja. Oh, Harold Dekker, je wordt ingehaald. Oh, wat een slimme zet zeg. Wat met Vesveenstra wordt die tweede. Die Bertus, die blijft er mooi achter en gaat er daar voorbij. En zo is het Harold Dekker, die kon het net niet redden. Derde. En hier, 520, hij zit natuurlijk ook binnen. Leon Brokman uit Koevoorde. En hier de binnenkomst van de man met 533, die man inderdaad Geert Verschee. En zat die man met die populaire man met die handjes op? Ja, ja, dat is waar hij komt. Oh, hij de handen omhoog hoor, hij gaat finishen. 525. Ja, hey, Falco is ook happy. Goed zo. Ja. Video over de finish natuurlijk. Ja, Falco! Ja. 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 En ook Falco maar aan is binnengekomen.
En hier krijgen we een binnenkomst op 515. Charelle Meppelink, door Charelle. Dat laatste stukje. En 518 maanden met de doos zit er ook bij. Nog een klein stukje maanden over die mat en dan bij Elton. Ze doen het ook toch allemaal raar. Leuk, Maarten moet nog even recht doorlopen om zijn chip van zijn schoenen te laten knippen. Ja, Maarten moet nog eventjes door de finish. Door de jongens, de chip sluit, de chip knip. Kijk, is er hoop allemaal nog hoor. Dan wordt dat niet gerampeld, nee, dat wordt niet. En wie is deze dame? Dat is de dame met 517. Emma Wely. Ja, goed zo Emma. En daarachter zit met 516, Carla Wesseling. En achter Carla zit de dame met 512. Sandra Benjamin. De 538, Lisa Pissing. En zo komen ze langzaam allemaal binnen. Deze toppers, die meedoen op die ene kilometer, deze 18 deelnemers. Ja, nog een klein stukje. Oh, ja, een stukje doorlopen. En nu ben je binnen. Ja, doe het toch maar niet aan. Marjolein gaat sneller dan vorig jaar. Ja, dat kan wel gauw als je natuurlijk nou het hele parcours rennend doet. Vorig jaar wandelden ze af en toe nog een stukje. Oh, nee, dat doet ze niet meer. Marjolein, wat ben je goed. Marjolein gaat gewoon niet meer wandelen tegenwoordig. Alleen maar hardlopen. Heb je nog een sprintje erin? Een eindsprintje, Marjolein? Ja, volgens mij wel. Wat een verbetering van die tijd zeg met vorig jaar. Geweldig, Marjolein. Wat zijn we weer trots op je. En natuurlijk ook op de rest. Ja, bijna 2 minuten sneller dan vorig jaar. Voor het laatste stukje. Kijk eens even, we moeten er aan wat. Dan gaan ze op die wandelen. Kom op, 508. Janet Kampman. Kom op, Janet. Doe maar je handjes omhoog, Janet. Ja, nog een klein stukje. Even over en dan. Nog een klein stukje. Ja, ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze 1 kilometer altijd gezellige koude scheeloop. En we gaan ons snel opmaken voor de volgende loopjes. Dat is toch wel heel belangrijk, want jullie hebben allemaal zo'n chip. Jullie moeten wel even achter de mat. Ja, en anders werkt het systeem met die chipjes niet. En dat komt er allemaal niet goed. Ja, maar ik kan zelf ook nog een beetje hardlopen. Ja, stop doen, dat kan gebeuren. Ik denk dat dat het was. Ja, we zijn er hoor. Onze man van de knopjes en de chips en de mappen is er ook. Helemaal goed. Albert die doet de start. Let op hè, op onze Albert. 2 rondjes. En weg zijn ze. Wat doet ze? Kijk nou in die eerste bocht, daar is het. Ze moeten nog een ronde, dames en heren. Dus er kan van alles gebeuren. Misschien wordt er wel tactisch gelopen. Maar hier vooraan is de man met 535. Rick Huizengaard. Stel Meijering, 630. De eerste dame, Paulien Franke. En allemaal 1 Rekers, die daar voorbij komt. 3-5-26, Dylan Lucas. 5-44, Milaan Hofstra. 523, Rian Koijker. En daarachter zit 520, Joost Tromp. 547, Ruben Eefting. Ja, dat is 532, Ion Timmerman. 537, Bram Tissing. 539, Pien Tissing. En daar 522, Josse Brakman uit Koevoorn. En ook Sascha van Lubeck uit Hogeveen liep daarbij. Ja, en we gaan
uit Exel, net zo hard als mama. En daarna 511, Stan Meijering uit Koevoorden. Dan moesten die voorfietsers zien hoe hard ze op die pedalen moesten om die jongens voor te blijven. Ja, dat ging hard hoor, dit ging hard hoor. En hier hebben we 502, dat is Maureen Rekers uit Almelo. 526 in de set van de Geer, Willem Lucas. En daarachter de dame met 544 uit Appelscha komt ze. Silane Hoogstra. En de nieuwe motors die zijn alweer klaar. Ja, je hebt een beestje, ja. Hele grote spin. Ja, de... Die dames moeten even uitkijken dat ze niet op de mat gaan staan nu, want anders krijgen we verkeerde registraties. 523, Rijn Kloijker. De volgende Ruben Heesting. En 532, is Ian Timmerman. Ja, 537 komt hier binnen, Bram Tissing. Jongens, blijf even hier staan. Even dus. 546, Sascha van Utrecht Overveen. En dat Sascha is dat 539, Pien Tissing. Als hij gaat die finishen. 522, Josse Brakman. Er zijn nog een paar lopen zonder hek, dus we wachten nog even, jongens. En... Met onder de nummer 541, Carmen Tromp. Goed zo meisje, dan gaan we een stukje even rechtdoor en bij Erbenen. Goed zo, Carmen Tromp. En de 503, ze geeft nog even een high five aan onze Henk. SP Rekers. En SP ook, heel goed gedaan. En ook jij bent binnen. En nu wordt ze nul geregistreerd. Sarah van Bijlen, Denise Lucas, Patrick Philips, Roy Moes, Tubo Juring, Robin Brent, Ione Hofstra, Max El Aji, Joran Zandbergen en Julian Veestra. En onze opperscheidsrechter Albert Horstman schiet jullie weg. Dames en heren, atleten klaar, tijd klaar en weg zijn ze alweer. Ja, hallo. Ik hoop dat iedereen over de mannen is gegaan, want dat ging zo hard. Ja, kijk uit in die bochten daar. Ja hoor, het is Britt Roos aan de leiding hier in Koevoorden. Ja, de dames waren hier. Er is overal een dame, en dat is Mies Kersting. En de is de mannen 506, Rijnier de Boer. 523, Robin Trent, 524, Sarah van Meijlen. En daarachter zit er natuurlijk de gezien, Robos Tubo Juring. Kom op, dat kan harder! Natuurlijk Denise Lucas, Joran van Bergen, Julian Veenstra, Patrick Fiers, Ione Hossa, Max El Aji. En Stephanie, ja, die willen niet hossing. Oh, vuurlijk. Ik had... Dit is een titel, dit is een Brit. Ja, we hebben het hier. Gevolgd door Brit en Roos uit het altijd mooie ruilen. En hier de Noord onder 506 van die eerste jongen. En gevolgd door 542 Tubbo Juring uit Gieten. En gevolgd door Roy Moes, Robin Prent natuurlijk. En daarachter zijn het Sarah van Meijer uit Emmen. De dames die maken hier nog wel even de dienst uit hier op die 1 kilometer. En hier komt ze binnen op 527 uit Hogeveen, Denise Lucas. In de tijd van, kan ik al hier 48, 87, samen met Patrick Philips uit Assen. Hé, de start helemaal aan het hart, Wim. We gaan Wim eens even van die knopjes in de schuil. Dus 550 in de ene van Wim. En dat zie je aan de Veenstra. En daarachter zit Joran, Jorine Hofstra. En dan Joran Zandbergen. En dan Max El Ajazi. En hier is Kostje binnen met 510. Niemand minder dan Melanie Hossing uit het Altenbooien Gramsbergen. En daarmee zijn we het eind gekomen.